Het personeel van het Adjoni ziekenhuis heeft al 10 maanden geen salaris ontvangen. Bij een bezoek van een parlementaire delegatie aan het ziekenhuis heeft DNA-voorzitter Marinus B. beloofd dit probleem spoedig voor te zullen leggen aan de regering. De verpleegkundige directeur, u bent al een aantal maanden hier met uw personeel, de arts, ik weet niet eens als u al bent uitbetaald. 10 maanden lang. Dat is een kwalijke zaak, want ik weet 24, 25 al, kijk mensen, zijn die salarissen al gestopt. Als je de beloofd was, maar was aan de Gisena FG, vergeet u mij niet. En dan om maanden ja, te werken zonder betaling, dat is onacceptabel. Dus wij kennen onze verantwoordelijkheid. De parlementaire delegatie heeft het personeel van het Adjoni ziekenhuis beloofd er alles aan te zullen doen dat zij hun financiële tegemoetkoming kunnen krijgen. De delegatie bestond uit leden van de vaste commissie Volksgezondheid.